We hebben stemmen, we hebben een prachtig restaurant bij in Almelo. En de rest van de ruimtes, van de kelder tot de bovenverdiepingen, zijn ook uitermate goed benut. Mooi voorbeeld van restauratie van een belangrijk Almeloos gebouw. U weet waarschijnlijk allemaal, want u bent allemaal insider, dat dit ooit de Twentse Bank was, voorloper van ABN AMRO. En de restauratie is heel origineel en met oog voor veel detail uitgevoerd. Maar het is een pand van denk ik internationale betekenis, van wat zijn oorsprong uiteindelijk in zijn functie in Engeland heeft gevonden. En nu nog steeds zijn functie heeft in Almelo, een hele mooie functie met een mooi restaurant met kantoren daarboven. Dus ik denk dat het terecht is dat dit pand deze prijs wint van de Stichting Stadsherstel. Het zou bijna jammer zijn geweest als ze die prijs nooit hadden gekregen. Want ja, dit is toch een van de mooiste gerestaureerde pannen van Almelo. Allereerst heel veel dank voor het feit aan het bestuur dat jullie ons, zeg ik even, deze prijs hebben toegekend. Ook heel veel dank voor de vriendelijke woorden. En eigenlijk is het niet zozeer een prijs die ik moet ontvangen, maar is het de prijs die terecht moet komen bij de mensen die dit allemaal gerealiseerd hebben. En gelukkig zijn ook een aantal van de mensen die eraan gebouwd hebben, die zijn hier ook vanmiddag. En, het pand is in 1908 gebouwd, dus het stond niet helemaal recht. Het pand was ook in de 50e jaren helemaal ingericht naar die tijd, met lage plafonds en voor de kantoorfunctie die toen had. Ja, en dat betekende uiteindelijk dat voordat wij konden gaan restaureren, dat we het pand helemaal hebben moeten strippen. En dat was, dat was een hele klus. En vervolgens ga je dan ook nadenken over de herinrichting van zo'n pand. Hè? Wat kun je het beste doen? En na wat nadenken kwam daar dan uit dat we boven op de tweede verdieping appartementen zouden doen. De eerste verdieping kantoor en hier dan restaurant. Nou, dat zijn allemaal verschillende functies. Dus dat betekent met vergunningen weer allemaal ingewikkelde dingen. Dus het was wel een avontuur. We hebben toen een financiële bijdrage nog gekregen van de gemeente ook. Voor deze, van de provincie Overijssel. Maar met de gemeente had je natuurlijk de mensen van bouwtechnisch toezicht. Nou, daar hebben we wel wat discussies over gehad. Want het is natuurlijk een oud pand wat je helemaal opnieuw gaat inrichten. Maar ja, goed, uiteindelijk zijn we eruit gekomen en staat dit mooie pand er.